Welkom bij Sport bij Nederweert 24, het sportprogramma van Nederweert. Vandaag hebben we in de studio Rob Vaas, Pim Feijen en Ronald van den Einde. Ze hebben met hun clubs RKSVO, Merevelde en IJsse Boys alle de eerste periodetitel veroverd. Met hen gaan we praten over deze prestatie en hun verdere ambities dit seizoen. We gaan snel aan tafel. Pim Feijen, Rob Vaas, van harte welkom. We hebben de periodekampioenen uitgenodigd. Dat is alweer enkele weken geleden. Wel een unieke prestatie in de geschiedenis van het Nederweerse voetbal. Voor het eerst drie ploegen uit de gemeente gelijktijdig in de periodetitel. Ronald, we gaan met jou beginnen. Met de stellingen. Je mag één keer passen. PSV of Feyenoord? PSV. IJsse Boys of Merevelde? IJsse Boys. MC of DJ? MC. Ronald Bonte of Enrico Vaas? Enrico Vaas. Plassen in het openbaar of plassen over een afgesloten ruimte? Afgesloten ruimte. Gratje of handyman? Pas. Professional darter of medewerker PI? We gaan voor medewerker PI. Hardstyle festival of concert? Concert. Weekendje weg met alleen de jongens of een weekendje weg inclusief de aanhang? Het slimme antwoord is inclusief de aanhang. Maar eigenlijk weekendje weg met de jongens. Duidelijk. Of het in de set of Ajax? Ajax. Dankjewel. Pim. Danny Koevermans of André Boessen? Danny. RKSVO of IJsse Boys? IJsse Boys. Tennis of voetballen? Voetballen. PSV of Feyenoord? PSV. Limburg of Brabant? Limburg. Bijlo of Verbrugge? Verbrugge. Bijlo of Verbrugge? Verbrugge. Op vakantie met je vrienden naar Portugal of naar Griekenland? Portugal, waren meer mensen bij. Wintersport of zomervakantie? Wintersport. Papa's of mama's kindje? Pap. Boksel of Nederweert? Nederweert. Dankjewel. Rob. Ja. Peter Unicke of Mario Verlijsdonk? Mario Verlijsdonk. PSV of Feyenoord? Feyenoord. Wielrennen of duiken? Duiken. Meja of Roos? Meja of Roos? Pas. Chastron Geuns of Jeroen van der Kerkhof? Chastron Geuns. Curaçao of Nederland? Curaçao. Merevelde of IJsse Boys? IJsse Boys. Centrale verdediger of rechtsback? Rechtsback. Tour de Ospel of Carnaval? Tour de Ospel. Cafetaria het Pleintje of Cafetaria het Hukske? Hukske. Dankjewel. Heren, de periodetitel. Kwam het als een verrassing of een verwachte periodetitel? We beginnen bij jou. Ja goed, als je kijkt naar wat we voor jaar hebben gehad, 2023, waarin we eigenlijk bijna niks hebben verloren, was het wel verwacht niet. Maar gaandeweg was het wel duidelijk dat we echt een goede kans maakten. En dan is het tof dat je hem zelf pakt. Dus wat dat betreft hebben we denk ik goed gedaan. Dus wel enigszins verwacht dat we er eentje zouden pakken dit jaar. Oké, okay, meteen de eerste? Ja. Ja, ja, is wel lekker. Dan zit je er meteen bij. Het laatste jaar pakten we de laatste. En nu meteen ben je al zeker van na competitie. Dus ja, is mooi. Oké. Okay. En Pim, bij jullie? Vorig jaar ook een goed seizoen. Op een haar na de promotie gemist. Ja, de laatste twee seizoenen eigenlijk allebei na competitie gespeeld voor promotie. Twee keer een periode gepakt. En qua kwaliteit wel een paar jongens die gestopt zijn. Of wat dan ook. Maar we hebben er ook kwalitatief veel bij gekregen. Dus ik ging er wel vanuit dat we deze periode weer... dit seizoen weer bovenin mee zouden draaien. En dan is het lekker om de eerste periode direct binnen te halen. Ja.
Oké. Okay. Bij jou Rob? Ben je echt SVO? Ja, we hadden van tevoren al uitgesproken dat we kampioen wilden worden. Dus ja, dan moet je gewoon in principe elke week winnen. En ja, we wilden sowieso boven meedraaien, dus je moet een periode pakken. Of dat nou op de stand is of in het seizoen. En gelukkig pakken we gewoon de eerste, dan is de druk van de ketel. Ja. En dan hoop ik dat we nu weer lekker kunnen voetballen. Vaak zie je zo, de periodetitels, dat de clubs die de eerste periode pakken, gaan in het seizoen een beetje terugvallen. Verwacht je dat ook bij Ospel of ga je ervan uit dat dat Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Nee, ik denk dat wij... Ja, we staan nu 5 punten los, dus ik denk dat met een periode op zak en 5 punten los, dat ik toch in die groep wel iets van ontstaat van we kunnen lekker vrij het voetbal. Dan denk ik toch dat we het beste zijn als team, als we lekker vrij kunnen voetballen. Zonder druk? Ja, dat denk ik wel. En met revanche gevoel is natuurlijk van vorig seizoen? Ja, na een degradatie ben ik natuurlijk zo snel mogelijk terug. Ja. En als je met 33 punten, ja 30 punten, maar met die 3 punten minder weer opgeteld, degraderen met 33 punten. Ja, dan moet je eigenlijk ook gewoon een groot aantal punten pakken in de vierde klasse, denk ik. Ja, eens. Yes. Hoe hebben jullie het gevierd? Ik was bij de wedstrijd en er werd wel even gejuicht, maar het was vrij gelaten. Ja, het was een dode weekse avond. Ja. Dus dan is het toch... Sommige jongens hadden wel wat vrij, maar de meesten moesten toch werken. Dus uiteindelijk hebben we toch nog volgens mij tot een uurtje of 1 in de kantine een vaatje bier leeggedronken. Ja. En dan, nee, ja, maar zoals ik al zei, we pakken die periode en dat is superleuk, maar focus gaat gewoon weer... Op het kampioenschap. Ja, we hadden die zondag daarna ook gewoon weer de nummer 3, Liesel. Dus dan is het leuk, even een biertje drinken en dan gewoon terug naar de orde van de dag. En 3 punten gepakt toen? Elke 3 punten, dat was een hele goede week. Ja. Ja. En bij jullie, Pim, het was een zondag dat jullie de periode pakten? Tegen MMC. Eerder slechte wedstrijd, heb ik me laten vertellen. Ja, we misten ook een aantal jongens. Daar lag het niet aan. We begonnen heel zwak. Kwamen 1-0 achter. En na rust hebben we dat omgedraaid. Hebben we de periode gepakt. Niet echt gevierd. Want het gevoel binnen onze selectie heerst wel dat er meer in moet zitten dan een enkele periode. Dus ik denk dat het daarom ook wat minder was dan andere jaren. Toen hebben we wel echt feestjes gehad, maar dit jaar minder dan andere jaren. Ook een groter doel, net als RKSVO, kampioenschap. Ja, daar gaan we wel voor met z'n allen, inderdaad. En bij jou, ik hoorde net dat jij leermeester was van Pim trouwens, dat je hem nog getraind hebt in de F'jes. Heel lang geleden. Hoe is bij jullie gevierd, Ronald? Ja, eigenlijk hetzelfde als bij Ospel, doordeweekse avond, donderdagavond. Dan ga je de kantine in en leuk, maar wat tammetjes. Het viel wel mee. Maar goed, ik ga ervan uit dat we aan het einde van het seizoen nog een feestje mogen vieren. Dus daar gaan we voor. Dus laten we dan maar een keer goed overdoen. Dus wat dat betreft viel het tegen, ja. Maar goed, is niet erg. Dat was meteen mijn volgende vraag. De doelstelling op zich, is dat ook bij Eindseboors promotie? Ik had hier in het begin van het seizoen jullie trainer, Rolf Bonte. Mm. Hij zei wel, we willen bovenin meedraaien. Om direct over een kampioenschap te praten, vond hij nog wat vroeg? Ja, goed, dat snap ik. We hebben dat niet gezegd van we moeten per se kampioen worden of promoveren. Alleen, als je op de helft van het seizoen bovenaan staat met een paar punten los en de eerste wedstrijd spelen we tegen nummer 2, ja, dan vind ik dat je moet zeggen dat je kampioen wil worden. En het moet niet. Maar ik denk wel dat het erin zit. En dus daar gaan we voor. En als dat niet lukt, ja, dan gaan we voor je na-competitie. Maar in eerste instantie vind ik dat we kampioen moeten worden, misschien wel. Ja. Ja. En bij jullie twee heren, Chesson was heel duidelijk. Chesson zei, we moeten kampioen worden. Jullie trainer Danny Koevermans was ook vrij voorzichtig. Zegt, we hebben een goed team, maar we kennen de rest van de ploegen nog niet. Bij jullie is meteen uitgesproken kampioenschap erop. Ja, we zaten in het begin van het seizoen bij elkaar met de hele groep om het hele seizoen te bespreken, zeg maar, van wat er allemaal doelstellingen verwacht werd. En we waren eigenlijk als groep heel duidelijk, tenminste een groot gedeelte van gewoon van, ja, we willen kampioen worden klaar. Ja. Zeker om die degradatie recht te zetten, wat eigenlijk, nog steeds eigenlijk gewoon denk van, dat is gewoon onnodig. Ja, absoluut. Dus, en als je dat echt onnodig is, dan kun je dat nu bewijzen door meteen terug te gaan. Ja, eens. En bij jullie? De groep is overtuigd van een eventuele titel? Zoals Ronald ook al zei, je staat op ongeveer de helft van het seizoen sta je bovenaan.
Tuurlijk zijn er ook nog bij ons in de klas 2, 3, misschien 4 andere ploegen die meedoen. Maar als wij uitgaan van onze eigen kwaliteiten, en dat gaan wij, dan moet er wel een kampioenschap in zitten, ja. Eens. Wat is jullie eigen inbreng in het team? Gewoon dat jij bent een inmiddels ervaren rot bij Eindse Boys. Redelijk jong team. Ja, ja. Ja, goed, eigen inbrengen. Ik heb niet zo heel veel gespeeld dit jaar. Blessures. Ik heb pas 6 wedstrijden, denk ik, gespeeld. Maar goed, een van de oudere jongens. En dan probeer je het team wat meer op sleeptouw te nemen. Een hele jonge groep. Hè. We hebben inderdaad... achterin zijn we gemiddeld, denk ik, 30. Maar daarvoor onder de 20. Ja. Dus ja, goed. Weet je, ik geloof niet zo in echt ervaring. En zeker niet op dit niveau. Dan moet je niet... dat is een beetje... overbodig, denk ik, om daarover te spreken. Maar goed, je probeert de jongens wat meer mee te nemen en gewoon volle bak ervoor gaan. En dat is ook een beetje de speler, hoe ik ben, hoe ik moet zijn, denk ik. Niet de beste van het team, maar wel eentje die voorop gaat. Ja. En dat hem proberen over te brengen op de rest. En als je bovenaan staat, dan is dat op zich aardig gelukt. Ja. Ja. En jij, Tim? Pim, 19 jaar, 5 doelpunten tegen. Ja. Wat is jouw rol in het team, buiten ballen uit je doel houden? Ja, achterin op orde houden, maar daar hoef ik eigenlijk niet zo heel veel aan te doen. Ik heb we hebben ook een heel jong team. En ik ben daaruit de jongste. Maar een Raf heb ik altijd mee in de jeugdvoetbal toen hij terugkwam van Fortuna. Dus ik ken de jongens wel goed. En dat is denk ik ook onze grootste kracht, dat wij één grote vriendengroep zijn. En buiten om ballen uit de goal houden heb ik niet echt een verdere taak. Een stukje coaching? Ja, tuurlijk. Je probeert de verdediging en het middenveld in omschakeling te helpen waar nodig is. Maar met Jasper en Job voor me heb ik eigenlijk al een... Die coachen elkaar zelf al zo goed aan dat ik heel weinig in hoef te grijpen. Soms wel 1 bal per wedstrijd tot ik wat moet doen. Ja. Dus ik probeer bij te dragen waar nodig, maar het is op dit moment op niet veel plekken heel hard nodig. Ja. En wat is het verschil met vorig seizoen? Het is een hele andere klasse, andere teams. Ik denk dat wij dit seizoen meer... vorig seizoen hadden wij... voetbalden we wel en hadden we veel bal. Alleen, we wonnen vaak maar met 1-0, 2-1. De hele tijd 1 goal verschil. En achterin staat het eigenlijk al best wel even goed. We krijgen er weinig tegen. Alleen dit seizoen maken we er soms gewoon 3-4. En dan voetbal je toch lekkerder vanuit achteruit. Kan je een foutje maken. En ik denk dat als de druk, als je eenmaal 3-0 voor staat en de druk gaat er een beetje af, omdat je weet dat je weinig weggeeft, dat je dan ook gewoon een stuk makkelijker voetbalt met z'n allen. En scheelt het veel dat zonder anderen tekort te doen, dat Bjorn weer terug is gekomen? Bjorn die heeft afgelopen zondag weer minuten gemaakt. Mm-hmm. En verdedigend verandert er niet heel veel voor ons. Maar aanvallend is hij wel extreem creatief, ja. Ja. Samen met Aaron is dat een mooie combi. Ja. Ja. Rob, jouw rol bij RKSVO. Je hebt vorig jaar stond je even het zelf mee. Nou ja, eerst nog wel in het middenveld staan, nu achterin. Maar ja, ik word ook ouder. Achterin hadden we ook wat, misschien wat ervaring tekort. Of wat was voor de reden precies. Weet je, met Ronald eens, ik ben de ouderen nu van het team samen met Joey. En probeert gewoon een beetje die jongens wat kan op sleeptouw te nemen. Maar ja, je moet ook niet groot maken, is wat Ronald zei, ben ik het mee eens. Want die jongens bij ons ook, die zijn zo voetbalminded en zijn zo met voetbal bezig. Die hoef je eigenlijk niet continu te zeggen van zo moet het, zo moet. Die zijn zelf zo van voetbal bezig. Dat is wel leuk voor te zien, dat maakt ons ook wel wat makkelijker. Maar ik vind het vooral gewoon leuk om ook als oudere jongen tussen die jonge gasten en dan... En blijf je zelf ook een beetje jong bij. Het zijn vooral in coaching, denk ik ook. Hè? Dat is wel wat je vaak dan merkt dat de jongere gasten daar minder mee bezig zijn of zo. Maar dat is ook een beetje de plek waar je staat. Ja, en dan af en toe een beetje sparen wel met een trainer. Je hebt al meer ervaring. Dus als er dan een trainer komt of nieuw of zo. Je loopt al langer mee. Je weet een beetje wat in die groep ligt. Mm-hmm. Dus dan kun je een beetje sparen met de trainer. En een beetje zo die dingetjes regelen buiten het veld. Ook als er eentje afscheid neemt. Dat kleine dingetjes. Die nemen vaak de oudere jongens. Niet alleen ik hoor, maar dat die beetje oudere jongens die nemen dat allemaal een beetje voor zijn rekening en dat vind ik wel leuk. Die kennen die jongens allemaal goed, dus die kunnen wel wat leuke presentjes. Dat soort dingen, dat vind ik wel leuk.
Ja, en voetbaltechnisch zelf, ja. Je probeert een beetje in het veld een beetje aanwezig te geven met je ervaring, maar... Nou, onderschat dat niet wat Ronald ook zegt. Hè. En ik zie dan best veel wedstrijden van Ospel. De coaching is wel een aspect wat de wens overlaat, toch? Ja, dat is wel maar, een belangrijk iets voor jou. Ja, dat heb ik altijd wel veel gedaan. Maar dat is, vind ik, niet echt de leeftijd gerelateerd. Ik bedoel, als je... bij Helmond stond ik ook altijd achterin. En toen... dan wordt het je wel eigenlijk een beetje opgedragen dat je moet coachen van achteruit, die jongens mee moet zetten. En vroeger was ik dat eigenlijk helemaal, toen ik net bij hem kwam, had ik helemaal niks met coaching tegen dat ik helemaal... En dat leer je gaandeweg een beetje. En dan zie je wel dat als dat er helemaal in zit, dat je dat wel blijft doen. Ja. Ja. Jullie tweede elftallen, om bij RKCO te beginnen. Hetzelfde bij Merenvelde en bij Eindse Boys, die presteren niet geweldig. Is er toch één grote hechte selectie? Ja, ik denk bij ons zeker. Als ik zie ook de jongens van twee. Ja, de voetbal ook heel veel jongens die er toch altijd net een beetje tussen. Daar heb elk jaar wel jongens die er tussenin hangen. Maar ik denk dat de laatste jaren bij ons heel erg gegroeid is. Dat we echt één selectie zijn. Vroeger had je nog wel eens een beetje trainers van de oudere garde die dan echt alleen maar focussen op één elftal. En ik moet nou zeggen dat we de laatste jaren wat jongere trainers hebben die er echt een groep van maken van één en twee. En ik denk wel dat als we ziet hoe een brede selectie hebben en hoe een grote opkomst we hebben op de training. Ja. We zitten wel altijd minimaal met 25 man op trainen. Ja, dat zegt dan eigenlijk wel genoeg, denk ik. En ja, dat dan, kijk, als er dan wat blessures zijn bij één of wat, en dan moet van twee uur krijgen, dat komt de prestatie van twee niet te goed. Dat is altijd een beetje... Ja, logisch. Ja. Altijd een beetje jammer ook voor de vaste kern van twee. Ja. Maar ja, dat is nu een beetje het... Weet je, hè? Ja, dat is een beetje het lot van de tweede elftal. Ja. Dus ja. En bij jullie? Ja, bij ons eigenlijk een beetje hetzelfde. Vorig jaar was het geen selectie. En was het tweede elftal een beetje losgekoppeld van het eerste. Nu is dat weer terug. Dus ja, die jongens gaan weer trainen. Een aantal, sommigen trainen ook niet of één keer in de week. En inderdaad, ja, als wij blessures hebben, en dat hebben we regelmatig ook al gehad. Of jongens die afwezig waren, dan hebben we ze wel hard nodig gehad. En hebben ze ook echt goed gedaan. Dus dat de tweede zelf niet echt presteert. Dat klopt, maar we hebben ze wel echt hard nodig gehad. En dat is wel echt een groep, dat wel. We ondernemen alles samen eigenlijk. Van het weekend nog een leuk weekend gehad met z'n allen. Dus dat is wel leuk. En het hoort er wel bij, vind ik. Ja, dus hoe het vorig jaar was, dat werkt uiteindelijk toch niet. En er zijn ook veel jongens van tweede jaar met één mee hebben gedaan. Ja, een aantal jongens inderdaad die echt bij moesten springen bij ons. En dat ook echt goed hebben ingevuld. Ook van het derde trouwens een paar keer. Iets wat je niet per se wil, maar wat wel, ja, als het nodig is, het kan dus wel en het werkt ook. Dus dat is goed, positief. Ja. Pim Merenvelde hier? Ja, inderdaad. Ik sluit me aan bij wat Rob ook heeft gezegd. De kwaliteit van een tweede, dat ligt altijd... Er zijn blessures bij een eerste elftal. Dan moeten er jongens van het tweede door en dat komt altijd de kwaliteit van een tweede ten goede. Maar qua groepen, dus ja, één grote vriendengroep. Ze zijn altijd met minimaal 10 man na de wedstrijd nog aanwezig in de kantine. Komen naar ons kijken, uit en thuis. Het ligt er ook aan hoe ver het rijden is. Maar uit en thuis proberen ze erbij te zijn. Geblesseerde jongens zijn er altijd bij. Ja, ze blijven hangen. Het is wel gewoon één groep. Ja. Ja. Inderdaad ook grote opkomst op de trainingen, zoals Rob zei. Ja, en inderdaad, voor een tweede elftal is het gewoon vervelend als tot bij één bijvoorbeeld de aanvallers uitvallen, tot de aanvallers van twee moeten gaan. Ja, en dan wie gaat dat gat bij twee opvullen? Dat is inderdaad... Het lot van twee. Ja, een lot van een tweede. Maar het is wel, het is gewoon één grote groep, ook op training, et cetera. Hoe belangrijk is de trainer in het hele proces geweest voor jullie de afgelopen 2 jaar? Verdedigend, want ja, André die heeft ons vooral verdedigend heel veel opgeleerd en een stukje hardheid. Ja. Danny is daarin wat liever, maar die heeft ons aanvallend weer meer bijgebracht. Hij is belangrijk geweest, maar ik sluit niet uit dat we het met een andere trainer, dat we ook bovenin mee hadden kunnen doen. Want het is wel gewoon de kwaliteit van de groep. Ik denk als de kwaliteit van de groep goed is, tot de trainer die er uiteindelijk wat van moet maken. Ja, de trainer zijn verantwoordelijke, maar als je een goede groep hebt, denk ik dat je er heel veel mensen neer kan zetten.
Vind jij, dat is mijn mening, maar ben je het er mee eens dat een trainer op amateurniveau vooral voor een goede sfeer moet zorgen? Dat wel, ja. En Danny is daar ook goed in. Ja. André vond er ook goed in. Ja. Maar ja, de sfeer is wel belangrijk. Maar ik denk, ja, als de sfeer van tevoren al goed is, voordat er een trainer is. Ik denk niet om een trainer in een team zoals bij ons, wat gewoon echt een grote vriendengroep is, de hele sfeer kan verpesten en de prestaties daarmee zal beïnvloeden. Daar geloof ik niet in. Vind je het jammer dat Koevermans vertrekt? Ja, maar een nieuwe trainer is ook altijd leuk. Dit wordt met al mijn derde trainer sinds de senioren. En nieuwe inzichten zijn denk ik altijd goed. En zo was het na André, kregen we nieuwe inzichten. En nu krijgen we weer nieuwe inzichten. En ik denk dat we daar alleen maar beter van kunnen worden. Rob, bij jou, hoe belangrijk is Chesson geweest? Je bent met Chesson natuurlijk gedegradeerd. Vorig seizoen, nu sta je bovenaan. Het is een, mag ik zeggen, vriend van je? Kennis van je? Ja, we kennen elkaar al super lang. Ik heb samen gevoetbald. Ik denk dat het wel heel belangrijk is geweest, zeker op het begin toen hij instapte. Want toen liepen we allemaal niet lekker en dan was een selectie links en rechts toch ook. Want over het trainen gesproken, toen was het niet echt meer een groep. Mm-hmm. Het waren toch een beetje uit elkaar aan het vallen als groep. Dus ik denk wel, misschien als je wat langer meenoemt, het kan echt wel zijn dat een trainer invloed heeft op de sfeer van die groep. Maar Chas is dat toen heel belangrijk in geweest, vond ik, om er weer één groep van te maken. Weer echt één selectie, één team. En hij is communicatief natuurlijk heel sterk, dus dat doet hij heel goed. En hij heeft dat toen al heel goed opgepakt. En uiteindelijk, we zijn gedegradeerd, maar wat ik zeg, dat lag gewoon omdat we zelf op het veld de wedstrijd hebben laten liggen. Maar dat kun je weer de kansen niet afmaken, daar kan een trainer niks aan doen. En de puntenmindering natuurlijk. Puntenmindering. Dus dat, maar zonder die puntenmindering, we hebben genoeg wedstrijden gehad om de punten kon te pakken. Klopt. En als je dat dan niet doet, dan heeft een trainer weinig invloed op dan, op dat moment. Dus over het algemeen, ik hoop voor Osborne, voor Eckersville, voor mezelf dat we kampioen worden. Maar ik hoop dat voor Chesson natuurlijk ook als trainer is. Dan gedegradeerd is natuurlijk nooit leuk als trainer zijn. Om dat op je cv te hebben. Maar dan moet je hopelijk kan je afsluiten met kampioenschap. En dan kan hij met opgeven hoeft. De doof vertrekken. Ja. Vind je jammer dat hij gaat? Van de ene kant wel. Van de andere kant denk ik wel dat je met een jongen van de club voorzichtig moet zijn om dat je niet weer een jaar te lang doorgaat. Mm-hmm. We hebben Ospel in de laatste jaren, de trainer is niet langer geweest dan 3 jaar. En dan merk ik ook wel dat een beetje, we hebben toch wel een groep, dan is de gek er wel een beetje uit. Dan hebben we toch wel weer nieuwe mensen nodig die hier weer met nieuwe ideeën en... Die groep reageert toch altijd als er iemand anders voor de groep staat, toch weer net even een trapje harder lopen. Want bij deze trainer wil ze natuurlijk ook allemaal spelen. Dat merk ik altijd wel. En ik denk dat dat dan goed is. En ik denk dat je zeker met een jongen van de club als Chesson, dan kun je beter in een jaar te vroeg afscheid nemen. Dat je denkt van, misschien hadden we nog wel een jaartje vast kunnen plakken. Andersom. Dat je zegt van, dat hadden we niet moeten doen. En dat er misschien wat frictie ontstaat. En dat die... met een rot gevoel af en toe terug op de club komt. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Wat is het voor type trainer? Chesson is een heel gedreven trainer. Echt alleen maar met voetbal bezig. En steekt ontzettend veel tijd in. En ook net als heel communicatief, heel sterk. Dus legt alles heel duidelijk uit, maar regelt ook alles. Keuzes legt hij heel duidelijk uit. Dus wat dat betreft... Ik kan niet nog ver komen, denk ik. Denk het ook, eens. Voor we bij jou terechtkomen, Ronald. Aan jou nog de vraag, Pim. Wat is Danny Koevermans voor type trainer? Heel rustig. Als het nodig is, kan hij ook wat harder zijn. Maar over het algemeen is hij heel rustig, heel zorgzaam. Altijd met het voetbal bezig. Als je op maandag ergens mee bezig bent, kan de telefoon zomaar gaan met Danny van wat vind jij ervan? Wat hadden we gisteren anders kunnen doen? Wat doen we wel goed? Dus hij is er wel echt mee bezig, ja. Dus, geniet je van zijn verhalen uit het verleden? Op sommige momenten gebruikt hij ze inderdaad wel. Maar het is niet dat het heel vaak naar voren komt.
En op zich is dat ook wel fijn. Ja. Als het nodig is, dan kan hij wel zijn dingen zeggen. Maar in gewone situaties doet hij dat niet. En dat, ja, dat houdt het ook al een beetje neutraal. Is je bescheiden genoeg voor ook? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En vraag je daar vaak naar? Nee, dat valt ook wel mee. Nee. Ja. Hoor je nog bij jou? Bonten? Ja. De vraag was hoe het... Wat voor rol een trainer in het hele proces heeft dit seizoen? Bij jullie is het natuurlijk nieuw. Ja, ja goed, inderdaad. Een nieuwe trainer, dan zijn er altijd weer een paar jongens die, die vanuit de tweede ook doorschrijven naar één en andersom. Dat was altijd goed aan de nieuwe trainer. Ik denk wel dat we redelijk op dezelfde voet door zijn gegaan als waar we gebleven waren. We spelen eigenlijk hetzelfde systeem, dit met dezelfde jongens. Er is niemand gestopt. Dus ja, goed. Eigenlijk is er wat dat betreft heel weinig veranderd. Alleen staat er iemand anders voor de groep. En dat is altijd even in het begin er even wennen. En, maar goed, we zijn nu een half jaar verder. En dat, dat is alweer ook al normaal. Dus nee, dat gaat prima. En wat dat betreft zijn we heel tevreden met Rolf. En wat is hij voor type trainer? Heel rustig. Is eigenlijk een organisator. Iemand die, die heel veel dingen regelt voor het team. Ook er echt heel veel mee bezig is. Dus ja, iemand die inderdaad zorgt voor een goede sfeer. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat dat op ons niveau het allerbelangrijkste is. En jongens worden vanzelf wel beter. Mijn leeftijd wordt alleen maar slechter eigenlijk. Maar ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat het gewoon leuk is. Dat we met elkaar gewoon een leuk, lekker seizoen hebben. Lekker trainen. En daar zorgt hij wel voor. Dat is fijn. Hoe is het met de talenten bij Eindhoven Boys? Want jullie hebben volgens mij geen onder 19, wel een onder 21. Ja, goed, dat hebben ze een beetje uit nood gedaan. Volgens mij heeft Rolf daar ook een keer iets over gezegd, inderdaad, toen hij hier was. Maar we hebben inderdaad geen onder 19. En er waren een aantal jongens die dan naar de senioren moesten. Misschien wilden stoppen. En daar hebben ze onder 23 elftal van gemaakt. Volgens mij zijn de prestaties nog niet denderend, maar die jongens hebben wel plezier. Ja. Wat dat betreft komt er niet super veel aan volgens mij. Maar goed, we hebben wel eens een heel jong team. En daar zitten genoeg jongens in die eigenlijk de komende jaren nog moeten blijven staan. En zeker met Ravi, Hermans en Marijn Berens en Lucas Pepels. Dat zijn echt hele goede voetballers. Ja. Misschien wel te goed voor Eindse Boys. Maar goed, die jongens voetballen graag bij ons. En dat is wel mooi. Dus daar kunnen we wel op bouwen. Ja. Jullie Rob, hetzelfde verhaal eigenlijk. Geen onder 19? Ja, ook geen onder 19. Dus dat is ook niet zo'n hele goede ontwikkeling. Maar... we hebben wel een heel jonge selectie. Wat Ron ook zei, bij Eindhoven Boys hebben ze ook een jonge selectie, wij ook. Dus dan moeten wij oudjes nog maar een paar jaar langer door. ik denk dat het de komende jaren nog wel goed op te vangen is. En ik weet eigenlijk niet precies, ik heb weinig tijd om naar de jeugd te gaan kijken. Dus ik weet eigenlijk niet of er iets in de B-jeugd of in, iets rondloopt. Maar er zal altijd wel wat aanwas zijn. Dus, dat maakt me niet zo heel erg druk om. Maar het moet natuurlijk wel niet te lang duren dat je geen A-jeugd hebt, want dat is natuurlijk niet goed voor de doorstroom naar de selectie. Als je het steeds meer, hè? Ja. In de omgeving. Ja. Ben bij jou, meer velden, ja? Ja, we hebben wel een onder 19, gelukkig. onder 19, prima elftal, denk ik. Een aantal jongens ook al het debuut gemaakt in 1. Ja. Helpen waar nodig uit bij 2. Dus maken zo een minuten. Ook bij de onder 17 zijn een aantal jongens die al bij het tweede en zo mee hebben gedaan. Dus op zich denk ik wel dat er genoeg kwaliteit aankomt. En ook om die kloof naar de selectie te verkleinen hebben wij ook af en toe, één keer in de 3-4 weken, hebben wij een onder 23 wedstrijd. Mm-hmm. Dat is dan een combi van jongens uit 1 die wat minder hebben gespeeld, uit 2 die wat minder hebben gespeeld en jongens gewoon uit de A1 die samen voetballen tegen een onder 23 elftal van een Panningen. MMC, puur om die kloof toch wat kleiner te maken. En je ziet ook wel dat het tempo dan direct ook een stukje hoger ligt. Tot de eerstejaars en de tweedejaars, als die even van elkaar gescheiden worden. En dan zie je ook wel wie de goede voetballers eruit zijn of nog kunnen worden. Ja. Zie jij verschil sinds Daan Knapen jeugdcoördinator is geworden? Jij staat elke zaterdag sta je in de kantine en je loopt af en toe naar buiten wat wedstrijdjes kijken. Zie je verschil sinds hij er is? Of proef je verschil in de vereniging? Ja, dat wel. Ik zie geen verschil omdat ik
niet zo vaak. Ik loop wel eens naar buiten even kijken. Maar het is niet dat ik hele wedstrijden kan volgen. En van één team elke zaterdag bijvoorbeeld. Dus het verschil zie ik niet echt. Maar ik hoor wel vaker van, oké, er zijn afspraken gemaakt en dit is het plan. En ja, ze kunnen wel bij Daan terecht. Dus ik denk wel dat dat ook een goede ontwikkeling is geweest, dat Daan die taak op zich heeft genomen. En tot we daarmee verder kunnen naar de toekomst. Goed, wat kan er nog verbeterd worden bij Eendse Boys in het algemeen? Oeh, dat is een goede vraag. Dankjewel. Ja, ik denk dat het over het algemeen wel echt goed geregeld is bij Eendse Boys. En dat zegt eigenlijk iedereen. Ja. Dus ik zou sowieso niet meteen weten wat er echt beter kan. Ja, het is een kleine club, dus je hebt gewoon een aantal beperkingen. Hè. Noem inderdaad zo'n onder 19 elftal wat je niet hebt. Nou goed, dat is zo. Dat verander je ook niet. Ja, weet je, hetzelfde dingen. Hè. Vrijwilligers, dat soort dingen. Dat zijn altijd problemen waar iedere club mee te maken heeft. Ook Eendse Boys. Dus dat zijn dingen wat beter kan. Maar ik denk, wat ik al zei, over het algemeen is het echt goed voor elkaar. Maar ik denk dat Eendse Boys heel blij mag zijn met zijn aantal vrijwilligers. Ja, ook. Van andere verenigingen. Ja, zeker. Maar goed, dat zijn altijd wel volgens mij posities die niet ingevuld zijn. Voorzitter bijvoorbeeld. Ja, goed. Dus andere mensen pakken dat dan op. En dat is goed. Maar ja, dat zou dan iets zijn waar ik van zeg dat zou beter kunnen. Maar. Ja. Je maakt zelf het bruggetje al. Dankjewel daarvoor. Pim, weer een Veldia, bestuurlijk. Dat kan beter. Ja, we hadden relatief op leeftijd bestuur, waar nu alleen Niels Valkoog nog van over is gebleven. Ja, we zoeken natuurlijk altijd naar nieuwe mensen, maar buitenom de functie van penningmeester, voorzitter, vicevoorzitter en secretaris, zijn er wel een hele hoop taken die vervuld worden binnen de club. Alleen, dat zijn mensen die dan liever niet als voorzitter er bijvoorbeeld willen zitten, maar wel andere taken op zich nemen. En hoe dat verder gaat, dat is inderdaad de vraag, want zonder bestuur kom je niet ver. Nee. Maar ja, op dit moment heeft Niels die heeft de taak om het bovenin helemaal goed te houden. En daaromheen wordt hij wel veel gesteund en geholpen door ook bijvoorbeeld door Kevin, oud-secretaris. Ja. Die helpt Niels ook op de punten waar het nodig is. Dus, ik heb begrepen dat iedereen bij de club MC zou moeten noemen. De alleenheerser. Ja, soms noemt hij zichzelf wel. Oh, noemt zichzelf. Is hij ook, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja. Maar daar kunnen we wel nog op verbeteren. Ja. Maar ja. Hoe dat op te lossen, dat zou ik zelf op dit moment ook niet weten. En bij RKC Rob, ik mag er nu bijna twee seizoenen rondlopen. Ik vind het organisatorisch geweldig, ook qua accommodatie. Heb jij nog verbeterpunten? Nee, ja, ik denk dat Oslo een beetje vergelijkbaar is met Eendse Boys wat dat betreft. Ik denk dat we het bestuurlijk heel goed op orde hebben, maar ook begin januari, de eerste week van januari, hebben ze volgens mij de warmtepompen allemaal geïnstalleerd. Ja. Ik zag toevallig, gisteren kwam ik naar het voetbalveld, zag dat ze de LED-verlichting in het hoofdveld aan het vervangen waren. Dus dat kunnen we nu eindelijk ook wat zien. En wat dat betreft ook vrijwilligers, niks te klagen. Futters ploeg die elke vrijdag en maandag de hele accommodatie hier op orde maakt. En als ik ook goed afgelopen jaar jubileumweekend geregeld is, ook door redelijke jonge mensen allemaal in de commissies die daar zaten. Hoe ze zo'n weekend wat toch een hoop werk met zich meebrengt. Het is niet zomaar even iets wat je doet. Ja, hoe dat allemaal georganiseerd en geregeld wordt, denk ik alleen maar trots op kunt zijn als ergens view zijn. Dus ja, echt verbeterpunten kan ik je niet opnoemen, maar ik denk dat dat vooral kunst is om dat zo te houden. Ja. En niet stil te blijven staan, maar toch te blijven zorgen, allemaal iedereen aan boord te houden. En de organisatie zo goed mogelijk ingevuld te houden. Maar dat is het bestuur wel toevertrouwd, denk ik, toch? Dat denk ik wel, ja. Dan de rest van het seizoen, heren. We beginnen bij jou, Mierenvelde. Ja. Jullie hebben Van Budel verloren in de verre blessuretijd. Is dat de enige concurrent? Of schat je DVO, Vaasgraden ook nog eens concurrenten in? Ik denk dat het alle drie wel concurrenten zijn. Ik denk dat als wij op volle kracht tegen die teams kunnen voetballen, dat wij van alle drie moeten kunnen winnen.
Maar elk team heeft sowieso kwaliteiten. Want ja, ze winnen zelf ook al hun potjes. Ja. En dan gaat het erom wat je onderling tegen elkaar maakt en of je de focus het hele seizoen blijft houden. Dus ja, want Vaarschade hadden wij in het begin even geen rekening meer mee gehouden. Maar die staan wel in één keer weer 3 punten achter je. Ja. Dus dat bewijst wel dat het ook een ploeg is die zijn punten pakt waar nodig. En Budel, precies hetzelfde verhaal, die winnen ook. Dus dan gaat het erom wat je direct tegen hun doet. Ja. En ja, de andere ploegen, als wij die verslaan, maar Budel doet het ook, ja dan... Onderlinge duels. Ja, dan ja. Moet je het daar toch op gaan beslissen. Maar ik denk wel dat wij daar de kwaliteit voor hebben om van die ploegen te kunnen winnen. Ronald, Leeuwen als grootste concurrent. Ja. Ik sprak 2 weken terug de trainer van Koningslust. Hij zei, ik vind Leeuwen wel voetballend beter. Hmm. Maar Eindse Boys is qua inzet misschien beter. Wat verwacht je? Ja, is heel moeilijk. We hebben die het begin van het seizoen gehad. De eerste wedstrijd en gelijkspel. Heel moeilijk om in te schatten. Ik ken het team niet zo goed eigenlijk. Ik heb ze laatst dan, ja, in ieder geval... tegen Laar hebben ze het heel goed gedaan. Dus dat is heel knap in de beker. Maar ik denk inderdaad als collectief dat wij misschien wel sterker zijn. We moeten het wel hebben van een aantal spelers. Dus als die erbij zijn, dan denk ik dat wij gewoon een prima kans maken. En in principe mogen wij niet verliezen die wedstrijd. En dan sta je er gewoon echt goed voor. En als je hem verliest, dan wordt het spannend. Ja. Maar daaronder zijn ze wel redelijk afgehaakt. Dus, Koningslust niet. Ja, goed, die komen er natuurlijk nog wel bij. Maar... Die staan volgens mij al op 8 punten. Ja. Veel, hè? Dus dat is wel een gat. Ja. Dus, ik ga ervan uit dat het tussen ons en Leeuwen gaat. Ja. Maar goed, we hebben nog 11 potjes, dus dat is wel nog een heel eind. Ja. En Rob, concurrentie SVSA, SSE. Periodetitel haalden jullie binnen tegen SVSA. Ja. Nu vond ik SVSA die wedstrijd wel waren beter. Ja, wel beter dan onze wedstrijd. Maar jullie beslissen de wedstrijd. Maar ik denk dat SVSA wel de grootste concurrent is. En Liesel, ik moet zeggen, Liesel qua team vind ik ze helemaal niet zo sterk. Maar die hebben een geweldige keeper. Ja. Die is teruggekomen van Minor, geloof ik. Eerste klas gekiept. Ja, die pakte tegen ons ook ballen. Ik dacht, die is niet van dit niveau. Ja. Maar ik denk dat die zullen toch wel afhaken. En ondertussen staan ze ook op 6 punten. Dat is ook wel een gat. Maar SVSA, die... vorig jaar ook meegedaan voor promotie. Ja. Net niet gehaald volgens mij. Toen de 16 mensen tegen onder hebben die verloren. Klopt. Dus dat denk ik wel onze grootste concurrent is. Ja. En overigens vond ik het ook best een goed voetbalde ploeg. Ja, eens. Al waren wij de wedstrijd ook gewoon niet goed. Ook eens. Dus, nee, ja. En krijgen we een kwartfinale in de beker Merenvelde, RKS voor jou? Dat zou leuk zijn. Maar dan moeten we toch nog een standje neerzetten. EVV? Ja, EVV, gisteren afgelast. Ja. Dus voor de komende dinsdag de 23e is die ingepland. Dus ja, ben benieuwd. En jullie tegen Limburgia, zeg ik dat goed? Nee, FVU. FVU gewonnen? Ja, 3-2. Okay. Kijk, tweede klasse, FVU? Ja, uit dezelfde klasse als wij afgelopen zondag. Ja. Hetzelfde klasse als IJzen. Die staan daar, IJzen stond 10e en FVU 3e. Okay. Dus wel bovenin in die klasse. Ja. Maar ik ken de ploeg verder niet. Ik ken de club niet. Dus ik laat me verrassen. Wel leuk, hè? Het is heel lang geleden dat Merenvelde hier zo ver is gekomen in de bekers. Ja, volgens mij wel. Vorig jaar zijn we de eerste ronde na de winter eruit gegaan. Tegen Chevremont. Daar zat ook meer in. Maar ja, uiteindelijk zijn het dan toch de kansen die je wel en niet afmaakt. En net dat niveauverschil en... Ja, misschien dan toch een beetje de ervaring die het verschil maakt in zo'n wedstrijd. Maar afgelopen zondag tegen IJsden denk ik dat wij... we kwamen 2-0 achter. En na rust hebben we dat omgedraaid naar 5-2. Ja. Ik denk dat dat ook wel wat zegt over de instelling van onze ploeg. En dat wij met een 2-0 achterstand nog niet verloren zijn. Dus tegen RVU zal ook een spannende wedstrijd worden. Ja. Daar ga ik tenminste van uit. Spelen jullie uit of thuis? Thuis. Okay. Ja, dat is ook een voordeel. Dus, mooi. Heren, jullie zelf. Pim. Jij zal ongetwijfeld doorgaan op je 19e jaar. Ja. Hoor dat jij? Ja, twijfel. Maar dat is al een paar jaar het geval.
Veel last van blessures. Dus ja, we gaan het zien. Maar dat zal er een beetje aan liggen hoe we het seizoen afsluiten. En of de trainer me weer kan overhalen. Maar het ziet er naar uit dat het misschien wel... Ja, het kan wel eens het laatste jaar zijn. Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan het zien. En Rob? Ja, ik in principe ga ik gewoon door. Oké. Okay. Ik ben nog fit. Gelukkig heel weinig last gehad van blessures door de jaren heen. Dus zolang ik me fit genoeg voel... Ga je door? Ga ik door, ja. Joey gaat ook door? Ja, die twijfel volgens mij. Ja? Maar misschien kan ik hem nog overhalen. Ja, als een kampioen worden is een derde kampioenschap. Dat is ook wel een mooi moment. Om te stoppen, ja, ben ik mee eens. Ja. Nee, ik hoop dat hij wel nog een jaartje doorgaat. Dat zou ik wel leuk vinden, maar... Afwachten. We zullen het zien. Willen jullie nog ergens op terugkomen, heren? Voordat we met de ja-nee-vragen gaan starten. Nee. Ja, behalve dat het Pim is en geen Tim. Maar ja, het is nu duidelijk. Ja. Het is nu duidelijk. Dankjewel. Goed, dan starten we weer bij jou. Je mag weer één keer passen. En je mag als je wil uitleg geven bij je antwoorden. Okay. Basisdebuut SV Heidhuizen. Nee. Gele kaart. Ja. In de wasmachine plassen. Nee. Nee. Ringdeurbel. Ja, is wel leuk om terug te kijken hoe je thuis kwam. Ja, dat is... Ik hoor het. Ja. Ruggengraat? Nee, die heb ik niet, nee. Nee. In ieder geval volgens Demi niet. En je vrienden? Oh, ja, kan wel. Wij zijn knoflook. Wij zijn knoflook. Oh ja, het is dezelfde avond, denk ik. Nee, doe maar niet. Jacques Doense? Ja. Quadrijden? Nee, slecht idee, ja. Ja, dat was die blessure en daarna inderdaad gedebuteerd tegen Heidhuizen. Dus dat was ook geen succes. Ronnie op avontuur. Ja. Ik kan er beter niks over zeggen. Ik heb het gehoord. En de laatste, dit seizoen kampioen met Eindse Boys. Ja. Dankjewel. Pim. Bier. Ja. Kunstgras. Ja. Robin. Ja. St. Michelin-Tat. Nee. Real Madrid. Ja. Internetdaten. Ja. Overgewicht. Nee. Heeswijk. Ja. Dat was een mooie wedstrijd. Ricardo Wassenberg. Ja. Dat is laatste. Dit seizoen kampioen met Merevelde. Ja. Dankjewel, Pim. Rob. Frank van Kempen. Ja. Ooit RKSVO verlaten voor een tweede of eerste klasser? Nee. ZVV het Brukske. Ja. Dijkse Boys. Nee. Sparta 18, een goede vervolgschap voor Chesron Geuns. Ja, denk het wel, ja. Geel-zwart. Nee. Slagerij Hermans. Ja. Het kunstgras van Merevelde, ja. Ja, nee, ik ben sowieso geen fan van kunstgras. Dus waar het ook ligt, dat interesseert me niet, daar ben ik geen fan van. Nee. Jacques Vonke. Ja. En de laatste, dit seizoen kampioen met RKSVO. Ja. Heerlijk bedankt jullie voor jullie komst. Heel veel succes de rest van het seizoen. En op naar een kampioenschap met drie ploegen in Nederland. Dat zou ook niet zijn. Ja, dat is heel mooi. Nogmaals dank. Graag gedaan.